Als ze tegen mij zegt, since I met you, my world has changed. Nou, dan maakt me dat blij. En dan denk ik, ja, daar doe je het voor. Je inzetten voor een ander en daarmee iemand uit de brand helpen. Voor de vrijwilligers van Stichting Present is het de normaalste zaak van de wereld. Zo helpen zij momenteel een Pools gezin dat in Maassluis woont. Ze hebben in december de sleutel gekregen. Ze hebben een zwaar, zwaar gehandicapt kind. Echt, ik heb het kindje van de week gezien. Het is inmiddels 16. En als je zegt die 6 is, geloof je het ook. Kan niks, kan niet kijken, kan niet horen, kan niet zonder voeding. En echt een hele grote 24 uur zorg. En moeder kreeg dit huis en dit is nodig in verband de leefsituatie van het kind. Maar ze zag het niet meer zitten. Ja, ons leven was vooral over mijn broertje aan het draaien in de laatste paar jaren. En nu hebben wij wel een grotere woning in welke wij kunnen een beetje space van mijn broertje en van mijn moeder uit elkaar zetten. Doordat kunnen wij een beetje meer rust in ons leven hebben. Het gezin heeft dus een nieuwe en passende woning toegewezen gekregen. Maar daar intrekken is geen kwestie van alleen je koffer uitpakken. Wij wisten zelfs niet waar moeten wij beginnen. Wij hebben vloerlaminaat gekocht. Wij hebben een beetje verf gekocht. Wij waren aan het starten, maar wij zagen het einde helemaal niet. Zelf klussen is moeilijk voor het gezin. Zeker omdat zij geen mensen in hun omgeving hebben die daarbij kunnen helpen. Iets dat niet onopgemerkt bleef bij het wijkteam. Moeder liep echt over en was zo overbelast dat we dachten, we moeten nu echt nu maar zelf even gaan ingrijpen. En hebben we Stichting Present gevraagd of zij vrijwilligers hadden. En die hadden ze binnen een week. Wij krijgen per week ongeveer 3 hulpvragen. En dat zijn behoorlijke grootte. Dat gaat dus om verhuizen, huizen leegmaken, hele verwaarloosde tuinen opknappen. En dat doen we dus met groepen. Dus we zetten groepen vrijwilligers, bijvoorbeeld van bedrijven, sportclubs, vriendenclubs, vaste vrijwilligers in, om dan die klus te klaren. Stichting Present gaat dus op zoek naar handjes die een gezin helpen bij het klaren van hun klus. Je gaat er allebei voor. Dus de bewoners gaan niet stilzitten op de bank wachten tot het klaar is. Nee, zij pakken ook een kwast. En als ze het niet kunnen, dan leren we het ze. Nou, het moet toch, want wij krijgen echt veel hulp. Dat zou gewoon niet fijn zijn als wij zouden niks doen. Wij kunnen niet laminaat leggen, dat is een beetje boven ons skillset. Maar muren werven, meubels in elkaar te zetten, dat is iets dat wij kunnen doen. Zo, dat doen wij gewoon. Dit gezin heeft dus het stukje hulp gevonden dat zij nodig hadden. Maar komen dit soort situaties nou vaak voor? Regelmatig, zeker. Steeds vaker. Ja. Dus, Je ook nu heel veel ziet, is toch wel de eenzaamheid van mensen. Die hebben allemaal geen groot netwerk die kunnen helpen. Je hoort vaak verhalen dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Wat ben ik dan een gelukkig mens dat ik niet in zo'n situatie leef, dat ik gezonde dochters en gezonde kleinkinderen heb. En nee, dat is beslist waar. Zo'n mensen zoals wij, dat komen naar Nederland. Wij kennen de taal nog niet zo goed. Hebben wij wel hulp van echte Nederlandse mensen gezien. Dat is gewoon geweldig.